De behandeling van de ontwerpwet na de wijziging wet notarisambt is gisteren in tweede ronde voortgezet in de openbare commissievergadering. Deze wetswijziging is een initiatief van de leden Jennifer Simons, Amsat Abdul en Sylvana Afonsuwa. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Roselle Coutinho, is content dat de minister van Justitie en Politie mee is gegaan met de meeste voorstellen vanuit de commissie. Ook het commissielid Krishna Mathura was daarover zeer te spreken. Coutinho haalde als voorbeeld aan dat de minister mee is gegaan met artikel 3 van de wet dat gaat over de uitbreiding van het aantal notarissen van 20 naar 50. De minister heeft aangegeven dat hij dat inderdaad ook geleidelijk aan wil doen. En hij gaf als voorbeeld om, zeg maar, steeds over de 10 jaren 10 notarissen erbij te benoemen. Geeft aan dat er een geleidelijke spreiding moet komen van de uitbreiding. En dat is wat ik natuurlijk ook voorstelde. Dus daar verschil ik niet van mening met de minister. Verder zijn er ook nog heel wat voorstellen die we hebben gedaan meegenomen. De voorstellen met betrekking tot de eed die hier is aangegeven, voorzitter, heeft de minister volledig meegenomen. Artikel 3, het aantal notarissen brengen naar 50. De minister heeft al aangegeven dat we het gefaseerd gaan doen. Ook ik heb het voorstel om gefaseerd. En mijn voorstel was ook 5 notarissen per jaar te doen, zodat je inderdaad geen excessen krijgt. En ik zou dus nog van de initiatiefnemers willen horen wat hun motivatie was om eigenlijk het aantal te brengen naar 50. En ik heb al gezegd, als je kijkt naar het ambt van notarissen, 20 notarissen in die samenleving en we willen nu brengen naar 50, dan moet je kijken naar wat de consequenties zijn daarvan. En als we kijken naar de statistieken met betrekking tot actes die gepasseerd worden, dan kunnen we aangeven dat er een dalende trend is, voorzitter. En dat zijn de statistieken van GLIS. Dat we zien dat vanaf 2015 eigenlijk een hele dalende trend is te constateren in het aantal actes dat beleden wordt. Was het in 2015 nog bijna 21.000 actes. In 2015 is het geworden 14.700. Dus sterk dalen. Mathura benadrukt dat er dus goed gekeken moet worden of het echt nodig is het aantal notarissen uit te breiden. Het commissielid Karel Breeveld gaf aan dat artikel 24a de hete aardappel in de wetswijziging is. Dit artikel geeft volgens Breeveld ook problemen bij de beroepsgroep, omdat het erop lijkt dat de authenticiteit van akten in geding dreigt te komen. Want een akte van een notaris is authentiek en die akte, daar moet je gewoon achter kunnen staan. Maar wij begrijpen ook wel waarom dit artikel door de initiatiefnemers is ingebracht. Vanwege de praktijk. Situaties die maken dat je toch wel het een en ander je zorgen baart over de manier waarop met zaken wordt omgegaan. Tegelijkertijd moet je het kind met het badwater niet weggooien. Dus wij zeggen, laten we 24a nader bestuderen, bekijken. Maar laten we zeker rekening mee houden dat we erop moeten kunnen rekenen dat de akte, zoals door de notaris verleden, dat die inderdaad ook op een correcte manier is overgebracht bij degene die daar als cliënt verschijnt. En je kunt zeggen, het is uitgelegd, het is aan de orde gesteld en dat daardoor de cliënt de gelegenheid krijgt om daarachter te kunnen staan. Omdat we het probleem ook gezien hebben dat als inderdaad er, dat kwam ook met name naar voren, als inderdaad een perceel is overgedragen en in eerste instantie getekend is, het zou kunnen betekenen dat wanneer na een paar jaren de persoon vindt dat hij het niet begrepen heeft en ondertussen dat perceel weer naar een tweede en een derde en een vierde persoon is overgegaan, dat het dan een heel ingewikkelde materie wordt. Karel Breeveld, lid van de commissie van rapporteurs, gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwet over de wijziging van de wet notarisambt in de openbare commissievergadering. Breeveld geeft aan dat er weer met de initiatiefnemers gesproken moet worden voordat het besluit genomen wordt of artikel 24 al dan niet geschrapt moet worden.